Welkom beste kijkers. Na onze vorige film over de steenkoolmijn die we gedaan hebben van de Zegge Wee, dacht ik dat het misschien wel eens tijd werd om het verhaal van de steenkoolindustrie in België te vertellen. We zijn ondertussen al op verschillende locaties geweest en eigenlijk zijn die allemaal aan elkaar te koppelen. Momenteel staan we bij de steenkoolmijn van Bois. Allee ja, een van de twee dus. Dit is een steenkoolmijn die in 1971 gesloten is. Je ziet hier nog een paar sporen in de grond lopen. En dit zijn tanks waarin, tanks van de stoommachine. Daarbinnen stond waarschijnlijk de stoommachine. En die werd gebruikt om dit hier aan te drijven. Dit is een gigantisch katrolsysteem dat wagentjes hier op deze sporen kon optrekken. De sporen liggen er nog, al liggen ze niet meer zo evenwijdig. En we staan hier boven op de terril van de mijn van Bois. Deze berg is gebouwd met alle overschotten die niet gebruikt konden worden, die uit de mijn kwamen. Alles wat dus in principe geen steenkool was. En dat werd allemaal hier op deze berg gedumpt. Die berg die heet een terril. Bijna elke mijn heeft ooit een terril gehad of die ligt er nog. Meestal is dat ook het enige dat overblijft van de mijn. Want al die mijnschachten die zijn uiteraard om veiligheidsredenen volgestort met keien en stenen. Maar wat deze mijn zo belangrijk maakt, is dat deze de laatste mijn is uit de industriële revolutie rond Luik, waarvan de Belle Fleur of de schachttoren nog recht staat. Deze toren, wat in principe nog een vrij kleine toren is, was bedoeld om de kabel van de lift, die hier in deze ruimte legaal te bezoeken, geen airbags dus, maar hier zit een gigantische motor in, die een kabel daar door die katrollen daar bovenaan liet gaan. De kabel ging hier naar beneden. En hier is het putdeksel van de mijn van Babois. 1971. Nu, waarom sta ik hier? We gaan zo dadelijk in de mijn van Blangy naar beneden gaan. Ook een legaal bezoek. Maar nadat we aan Zegge Wee toegekomen waren, hadden we toch zin om eens in de mijn onder de grond te gaan. De mijn van Blangy is niet zo geautomatiseerd, maar ik denk dat dat het juist stof gaat maken. Dus we gaan eens verder naar de mijn. Gelukkig regent het onder de grond niet, want het is hier verschrikkelijk. We zien jullie daar, jongens. Thank you.
vandaag speciaal een keer mee onder de grond in de mijn van. Blanje. Let's go. Het is een legaal bezoek, jongens, maar ja, het kan niet anders. Er is geen enkele mijn waar de lift nog werkt, waar we zomaar eventjes illegaal in kunnen. Dus als we het verhaal van de mijnbouw en de steenkool willen vertellen en we willen onder de grond, dan is dit de plek. Ik kan toch niet op een andere manier, dus. Ik heb het juist gezegd, geen enkele andere mogelijke manier. Ja, broer, en nu? Je wou het er dus aan het plekken, hè? Ja, ik dacht het wel. Zit je aan die kabel die vijf dagen is? Op koolstropbandjes. We hebben dus een mooie speciale aangebracht dat je toch een veilig gevoel hebt. Is een mannen erin of? Gaan we? Kom maar. Gaan we erin? De eerste elf. Gaan we erin? Oké. Kom maar. We gaan niet helemaal bij het randje staan. Zeg, jullie weten toch dat de steenkool mij niet boven is? Dat is goed. Ah. Zijn er nog mensen bij? Hè? Oh shit. Ja, twee verdiepingen. Ja, twee verdiepingen. Ja, twee verdiepingen naar beneden. Er zit in een put onder ons van 750 meter diep. Hè. Nee, dat kan niet. Waarom staan ze? Ging als een trill. Ja, dat is ook nog een schrik. We zijn weg. Licht. De prisoners worden vrijgelopen. Dit is echt shit, ja. Vrienden, dat is het oudste gedeelte van de steenkool. Jullie moeten mij wel iets beloven. Ik heb gezien mensen met camera's en zo. Normaal mogen jullie niet fotograferen. Ik sta het wel toe, maar dan moeten jullie wel volgen. Niet dat ik moet roepen, doorkomen mensen. Want dan stop het. Dan is het, want dan leidt iedereen eronder. Hè. Okay. Dat is de bedoeling. Hè. Links en rechts in de midden overlaten, dan gaat dat, zullen we dat perfect kunnen volgen. Kom maar een beetje meer op hier aan. Die kleine mannen die mogen naar de midden staan. Hè? Kom maar wat korter tegen elkaar. Zeg vrienden, dus de verluchting is enorm vandaan. Je ziet ook, deze mijn heeft twee schachtenbokken, bij onze Limburgse ook allemaal twee. In Nederland waren er verschillende met drie, vier, zelfs vijf. Dat is de oude schacht maar hier. Dat is een hele grote ventilator en die trekt een massa lucht uit. Gelijk het hier getekend staat, dan zou eigenlijk de luchtstroom dit doen. We bevinden ons hier, op 30 meter. Dit is de kopgalerij, dit is de weg naar het kolenfront. Het kolenfront is de plaats waar de steenkool ontgonnen werd. Kijk, dat is het kolenfront. Maar we komen nog op 60 meter. Wat moeten we doen? We kunnen niet zonder zuurstof op 60 meter. Hè?
Wat doen we dan? Kijk, hebben ze de muur gemetst met een ijzeren deur, hè? Dat noemen ze een winddeur. En hoe meer dat we die schuif opentrekken, hoe meer luchtstroom naar de andere zijde gaat. Onder de deur nog een veilige snor, want stel toch niet eens voor dat iemand achter ons komt en die doet die schuif dicht, dan zouden we echt in de problemen komen. Nu nooit. Er kan nog genoeg luchtstroom onder die deur door. Dus door die muur te plaatsen met die ijzeren winddeur, gaat een gedeelte van de luchtstroom gaat dit doen. En nu gaat de rest automatisch naar 60 meter door de voetgalerij, het kolenfront omhoog en hier terug uit. Het kolenfront heeft hier een helling van ongeveer 35 graden. Dat is het nadeel van die antracietsteenkoolmijnen, die liggen alleen in de Luikse bekkens. De meeste allemaal in de Luikse bekkens. En die hebben een helling tussen de 30 en de 65 graden helling. Dus dat is enorm steil. Dus, en dat moeten we eruit, hè? Dat gaat lukken, hè, vrienden? Nee? Dat is een meter 30 hoog, 90 meter lang, bergaf, 35 graden. Ja, hè? Maar ja, maar waar ik eruit kom, moeten jullie toch zeker eruit kunnen, hè? Nee? Ik ben een oude rakker, zeg. Hè? Dat gaat toch lukken voor jou, hè? Nee? En als die broekstuk is, moet je niks, is geen probleem, hè? Tegenwoordig in de boutique een broek die stuk is, mevrouw, je moet dat weten, dat kost meer dan in die niet stuk is. Dus je kunt alleen in waarde stijgen. Dat klopt toch, hè? Ah, dus, dat is geen reden voor niet te kruipen, hè? Gaat dat lukken, meidje, hè? Dicht doen, niet vergeten. Ja. Vrienden, de temperaturen. Wat gebeurt er als we afdalen? Wordt het warmer of kouder? Dat is een strikvraag niet, hè? Ja. Warmer. En wat vind je hier van de temperatuur? Koud, hè? Dus het klopt eigenlijk, het wordt warmer en koud. Hè? Eerst gaat het koud worden. Hè? Het heeft te maken met de ligging op een evenaar. België en Nederland is ongeveer hetzelfde. Tussen de 3-4 meter diepte en de 30 meter diepte is het altijd gelijk hier rond de 14-15 graden. Maar nu komt het. Elke 100 meter dat we gaan afdalen, gaat de temperatuur stijgen met 3 graden. Dus pak op 800 meter is 24 graden plus deze temperatuur. Dan zitten we al een kleine 40 graden. Hè? Maar er werd zoveel lucht uit die mijn getrokken, dat je echt een luchtstroom krijgt, want je krijgt anders geen 100 kilometer verlucht of 85 kilometer gelijk hier. Hè? Dus dat er zoveel lucht uit die mijn, dat je echt een luchtstroom krijgt van 2-3 voor aan de intrekkende schacht. Dan was er een koude lucht erin. En dat koelde dan ook wat af. En dat was toch dat de 2-33 graden waren de gemiddelde temperaturen voor te werken. Eén voordeel, racisme bestond niet in steenkoolmijn. Allemaal zwarte pieten. En hoe zwarter dat je zag, hoe harder dat je gewerkt hebt. En wel, daar heb ik pijn bij gehad. Ik ben eigenlijk een mechanieker. Dat noemen ze in de mijn een paswerker. En wanneer werken die mannen? Als het van pas komt. Dus maar ik zag niet zwart dan. Hè? Als het niet van pas kwam. Hè? Dus en wat deden we dan? Want dan hadden ze van die bazen, die, als je niet zwart zag, had je echt niet gewerkt. Dus dat mikken we snel zwart en dat ging we ook boven. Hè? En dat was ook goed. Goed gezien, hè? Goed gezien. Ah, je moet soms slim zijn in je leven, hè? Daar keken ze echt in. Als je niet zwart zag, dan hadden je in hun ogen niet gewerkt. En dat klopt ook wel, die metermannen. Hè, want de mannen die in de productie stonden, die moesten er niet zwart maken. Die zagen zwart zijn. Dat is niet te geloven, hè? Dus de temperaturen, enorm veel stof in de mijn. Hè? Stof is niet, dames, dat wij in ons huis hebben. Dat is geen stof, want als je die stof in je huis moest hebben, dan kwam ik vandaag nog vanavond nog op de televisie, denk. Want als ik dit stuk tussen ons, ze gescheiden mevrouw, ziet je me niet staan. Dus dat is stof, hè. Dat hebben jullie toch niet in huis, hè? Oh. Dat zou iets hebben. En dan pikzwart, dus dan weet je dat de gevolgen, dat is echt enorm, enorm stof onder in de mijnen. Daarom heel veel mensen problemen met de longen. Hè? Ik heb dat geluk van in onderhoud te werken, dat is een enorm voordeel geweest. Mensen die echt in de productie hebben gestaan, die hebben hem echt letterlijk en figuurlijk doodgedaan. Maar daar gaan we het zo dadelijk mee. Waarom werkt ze in de jaren 70, wisten ze het toch al wel? Dan hebben ze nog geen masker. Niks, van. Niks, dit gebruikt. Maar waarom niemand, dat wisten ze toch wel? Ja, maar toch is er niks van. Bescherming voor de oren, nooit niks gebruikt.
En doe dat geluid, hè, dan gaan we dadelijk wel het melk. Gereedschap. Dit is eigenlijk raar dat ze er niks mee doen. Dat is, maar ook de macho's wel. Ja. We hebben dat niet van doen. Ja, weet je? Niet kijken naar de gevolgen. Dat is altijd gevaarlijk natuurlijk. Zeg vrienden, een PKW, op sommige plaatsen zeggen ze een pio's, een hele dag kappen. Met blote handen, handschoenen bestonden niet. In de jaren 60 hadden ze van die heel goede handschoenen die echt ook tegen het vocht konden, want anders was dat zo hard gelijk, ik weet niet meer. Maar dat werd bijna niet gebruikt, omdat dat noemen ze mietjes, die mannen daar. Vrienden, gelijk hier ook perslucht, de machinerij, alles op perslucht. Hè. Nooit niet met elektrisch, hè. Want gelijk hier een lier, hier gelijk die lichten zijn, dat bestond niet in de mijn, hè. Er was geen licht, hè. Wij hadden perfect licht, maar pas vanaf 1950, hè. Daarvoor is dat echt een enorm probleem geweest. Jullie weten toch wat perslucht is, hè. Hé, dat stoere meid hier. Nee, hij rijdt op de fiets, hè. Wat zit er in onze fietsenbaan? Wat zit erin? Nee. Lucht, werd toch opgepompt? Die banden moet je toch oppompen, hè. Dat is perslucht. En hoe harder dat je die oppompt, hoe meer perslucht. En als je die te hard oppompt, wat gebeurt er dan? Klapt hem. Ja, hier ook in de mijn. Hè? Schrik je snel? Nee, hè. Zeg, verschrik je snel. Schrik je. Soms wel. Want de perslucht op de mijn is heel anders. Hè? Denk je niet? Hou hem vast, hè. Hou je helm vast, hè. En dan, hopla. Nee, je hebt een goede reactie. Kom. Ik had je nog verwittig. Ja, ja. Nog verrast, ja. Als we een klein beetje, die gaat voor, hè. Dat gaan we niet doen. Ik moet hier wel plaatsnemen tegen de zijkant. Dat heb je verschrokken, hè. Oh, ik zag ook 20 centimeter groeien. In 20 centimeter ze begonnen met springstof mee de mijn in te nemen. Waarom? Achterkant die wand, dat we ze dadelijk kunnen zien, dan noemen we het steenfront. Dus er zit deze galerijen, dat is het, een massa steen tussen. Er zit ook die kolenlaag tussen. Met het kolenfront haalt alleen die kolenlaag ertussen uit. Dat is zo weinig mogelijk steen. Dus hier zit te veel steen. Je weet ook, met een pick-up wil een steen kappen, dat gaat niet zo goed. Hè? Daarom, dat ging veel te snel, veel te langzaam, hebben ze begonnen met de schietmeester. Ze kregen een speciaal opleiding. Die kwam onderaf met van die leren zakken, gevuld met springstof. Kwamen ze onderstoken aan zo'n koffer. Er slotten op dat er niemand niet aan kon. Want er lopen heel veel gekke mensen rond. Hè. Vroeger ook, zo. Nu nog veel meer als vroeger. Erg voor te zeggen, eigenlijk. Hè. Soms springt er ook een muis uit als hij dat open doet, dus ziet dat je niet verschiet. Hè? Het is niet altijd, hè. Ah nee, je hebt geluk. Stoere kerel. Hela. Als ik dat laat vallen, wat gebeurt er dan? Wat denk je? Gaat het ontploffen? Hoe komt het van niet? Een vuurtje of een ontsteking. Ja? Dus ik mag het laten vallen. Ja? Maar dan komt hop. Zeg, wat was dat mij? Ja? En nu mannen. Kijk eens wat ik bij heb. Een elektrische ontsteking. Zeg. Wat moeten we nu hebben? Een accu, hè? Of een batterij, of een accu. We hebben eentje, die kunnen we opdraaien. Die werkt altijd, dus dat is ideaal. Dat werkt altijd.
Waar denk je dat het het veiligste is? Deze zijde. Nee, denk je niet. Nu kunt je nog van plaats verwisselen. Blijf je staan? Ja? Gaat je het risico nemen? Ja? Allee, hop dan! Had je nog eens gelopen? Ik zag ook 30 centimeter groeien. Mensen onder is aan een normen druk. Je moet je voorstellen, er werden 40-42 gaten geboord. Waarom 40-42? Door de ontploffing is het gesteente zo verhakkeld dat je dat gemakkelijk kunt hanteren. Dan. Dat is de reden dat er zoveel dingen minder werden geboord. Gaten geboord, 2,25 meter, 2,20 meter diep, 8 patronen in de steenlagen, 4 in de kolenlagen. En nu komt iets heel vernaamd, dat zijn die ontstekers. Dat zijn 10 verschillende soorten ontstekers. Wat doen die eigenlijk? Hopla, het is stuk zijn. Wat doen die eigenlijk? Die werken op milliseconden. Het hart, dat is de enigste boog. Dat is de eerste. Dat is de eerste ontploffing. Er werd altijd rondringen geboord. En rondringen. 5-6. Ze 5-6 ontploffingen doen. Dat is een serie met elkaar verbonden. Dus wat gebeurt er? De eerste ontploffing maakt plaats voor de volgende ontploffing. En die maakt weer plaats voor de volgende. Ze doen eigenlijk 5-6 ontploffingen. Maar zo vlak achter elkaar dat je dat niet hoort. Je hoort eigenlijk één heel lang ontploffing. Dus met ene weg en dat is op een zaak. Ja, het kan niet anders. Als we bovengronds een ontploffing hebben, dat verspreidt zich naar alle zijden. Hier is met ene weg, dat is op een aan. Schietkabel 100 meter, tegen de zijkant u wegsteken, want dat werd echt er weggeblazen. Hè. Ondersteuningen zag je echt zo bewegen. Hè. Dat is enorm akelig. Die mannen zijn er natuurlijk gewoon. Ik heb dat eens een paar keren mogen meemaken, jongens. Maar ik had gezegd van schrik hebben, maar ik had echt schrik. Want als ik iets zie bewegen, dan denk ik altijd, dat kan nog instorten. Ja. En die mensen waren dat zo gewoon, die lachten erbij. Hè. Maar dat is toch een heel akelige bedoeling. Hè. Dat is een uitvinding van de Nederlandse steenkoolmijn en de waterputat. Waarom diende die? Dat schoven ze na. Achter die springstof, gevuld met water. Het water heeft één voordeel, dat is niet samendrukbaar. Dus wat gebeurt er? Die ontploffing blijft milliseconden, wat meer binnenwaarts. Heel weinig, maar dat hielp toch. Plus, dat vernevelde, dat sprong stuk. En als je zo'n 40-22 patronen had, dat vernevelde toch een heel verneveling. En dat pik ook een gedeelte van die steenstof weg, want die steenstof is enorm schadelijk. Als we nu Nederlandse bezoekers hebben, die willen dat altijd terug meenemen. Ik weet niet waarom. Ook niet met de natuur, maar ik begrijp dat niet goed. Nu ga ik voornamelijk wel bewaaien. Ik kan jullie altijd verbinden. Je moet hier komen staan met de rug omhoog. Het is daar boven. De grote van achter, de kleine wat meer naar voren toe. Kom maar dubbel staan, vrienden. We zijn toch een heel grote groep. Die achterste. Ja. Kom hier, maar we staan tussenin. Die kleine kunnen we voorstaan. Want tussen. Mensen, nu ga ik wel iets beloven. Ik ga geen machine starten zonder dat ik jullie verwittig. Ik ga jullie altijd op voorhand verwittigen. Het is niet de bedoeling dat er echt iemand zich doodverschiet. Hè. Dat is de bedoeling ook niet. Hè. Hierboven, als je hier kijkt, hier liggen zo, op die ruimte liggen zo 4 mensen te werken. Kijk maar eens, dat is een meter hoog ongeveer. Dat is een helling van 35 graden. Kijk eens hoe die moeten werken. Dat is echt niet normaal, was die idee. Hè. Dat is echt een enorme helling hier. Heel laag. Nu ga ik licht maken met perslucht. Dat is een doordenkertje. Hè? Dat is het geluid van met een tandarts, dus dat valt mee. Dat is niet erg. Het geluid van met een tandarts. Oh, dat geluid niet. Dit wel. Oeh, kijk. Kom maar. En dan gaat een lampje branden. Met perslucht. Hoe kan dat?
Denk aan onze fiets. Een luchtaangedreven dynamo. Dynamo, heel simpel. Op een heel natuurlijke manier eigenlijk. Heel veilig, want er zit een glazen top rond. En die ligt in lood, dat er geen vonkjes uit kunnen, want dat is heel vandaag. Het volgende, kom hier maar staan. Nee, als je hier, kom hier achter staan. Die kleine kunnen ze voor je staan. Oh, sorry. Die meisjes komen voor je staan, dat is geen probleem. Ja, dat is geen probleem. Zeg vrienden, de luchtstroom, die komt vandaar. Gaat die hier, hè? Die gaat gewoon rechtdoor, dan neemt altijd de gemakkelijkste weg. Water en lucht neemt altijd de gemakkelijkste weg. Hè. Hoe gaan we dat oplossen? Hebben ze buizen gehangen, dat noemen ze een kanaar. Er zit een ventilator in, die zuigt hier de lucht uit en die gaat je daarin blazen. Die ga ik ook opzetten. Wel de waai, hè. Pas op, hè. Die komen. Hè. Dat komt wel langzaam. Dat komt langzaam, werd dat opgewekt en ene primaat is een hamer. Niks bescherming, hè. En nu komt het pas, je moet denken, het kolenfront, zo dadelijk zien we dat, waar de kolen ontgonnen werd, dat is ongeveer een kleine 90 meter lang. Wat gebeurt hier? Er liggen elke 3-4 meter een pneumatische hamer, pak maar een 25, 30 naast elkaar, 2-3 blazers en 2-3 van die lampen. Wat kapaal dat is. Dus het gevolg is enorm, hè? Enorm gehoorschade. Ik heb dat ook gezegd. Ik ben selectief door. Of Oost-Indisch doof. Ja. Nederlands hebben er een prachtig woord voor, hè? Oost-Indisch doof. De hele dag 60 mensen in te werken naar die richting, want dat is de kolenader. Ziet je? En dat kolenfront neemt deze kolenader weg. Kijk toch maar eens even. Als je het gezien hebt, komen naar hier toe. Dat is echt niet logisch. Dat is echt een heel speciaal zicht. Hè? We hebben nog één Franstalige gids die hier in de mijn gewerkt heeft. Die heeft ooit gewerkt op 45 centimeter hoogte. Man, ey, dat is echt, dat is niet normaal. Werken, hè. Niet inliggen, werken. Nee, dat is toch heel beangstigend, hè. Nou, ik durf dat ook niet, daar ben ik eerlijk. Ik hou er niet van die engels. Een meter 30, dat is allemaal geen probleem. Maar zo heel laag, dat is heel akelig, hè. Hoe, dus wat, hier werden die gaten geboord, die 40, 42 gaten, gingen ze laten ontploffen. Na de ontploffing werd deze kap onmiddellijk naar voren geschoven, want er zit geen onder, die schieten 4 meter weg, maar er zit geen dak meer mee op. Hè. Dus die moeten zo snel mogelijk die ondersteuningen plaatsen. Die mannen die liepen hier hè, voor die ondersteuningen te plaatsen. En normaal gezien voor de gezondheid mocht je het eerste half uur niet komen. Ook voor de veiligheid niet. Toch deden ze dat, want anders valt het te veel onderaf, moet allemaal opgeruimd worden. En die richting werd betaald. Niet van bovenaf. Hoe kregen mensen gek? Geld. Grote vriend, jij moet dat weten. Ja. Toen ik 20 jaar was. Dat is nog maar een paar jaar geleden. Hè? Dankjewel. Hè? En je kwam de prachtige juffrouw tegen. Hè? Prachtig meisje, hè? In die periode. Hè? En je zegt onbewust zonder nadenken. Je gebruikte die prachtige woorden. Ik zie je graag. Je kent toch de gevolgen. Hè? Ja. Zolang is geleefd, hè? Daar raak je niet vanaf, dat weet je. En als je vanaf raakt, dan heb je niks te mee. Daar niks over. Deze trap is hier enkel gebouwd voor de bezoekers. Ja, dat is inderdaad een gladde trap. Zeg vrienden, nu zitten we op 60 meter diepte, dus we zijn op die afstand, ze hebben 30 meter afgedouwd.
Wat vind je van temperatuur? Warmer. Warmer? Ja? Ja. Ah, maar jullie zitten daar. Hier komt een trek. Nee, serieus, zo dadelijk kunnen we dat voelen. Als we verder zijn, kun je dat voelen. Normaal zou het hier 1 graad warmer zijn, maar hier voelt het koeler aan door die luchtstroom die er van de schachten afkomt. We hebben nu nog altijd lucht uit de mijn getrokken. Man. Altijd, hè. Omdat ja, we verbruiken allemaal zuurstof, weet je. En een natuurlijke circulatie werkt niet op deze dieptes. Dat is heel moeilijk. Mijngas, wordt dat nog? Nee. Dus geen probleem. Waarom niet? Dat komt vrij met het ontginnen van de kolenlagen. Dus vanaf dat alles stil ligt, is er geen gevaar meer? Is er geen gevaar. Gelukkig, hè. Toch heb je voor mij. Ja, anders hadden we zo'n lamp moeten meenemen. Nee, dat komt alleen vrij uit met het ontginnen van de kolenlagen. Dat komt het meeste vrij, dus... Is nog nooit, maar dus een tofvoeler zie je ze. Hè. Nu zijn ze allemaal bij elektroden gedaan, weet je, dat is heel goed voorzien. Ook de luchttoevoer, dat werd automatisch geregeld. Zoveel te minder zuurstof, hoe meer lucht dat automatisch uit de mijn getrokken werd. Vroeger was het allemaal met manueel, werd allemaal met de handen gemeten. En dan moesten ze doorbellen. Er waren windmeters, die moesten alle dagen op 10, 15 plaatsen, moesten een hele tour maken met de fiets. Op 4 wielen en daar gingen die overal de wind meten en dan moesten ze van dat punt bellen hoe de luchtstroom was. En zo werd dat gedaan. Ja, zo werd dat gedaan vroeger. Ook een goed systeem, hè, maar ja. Nu gaat het automatisch allemaal. Moet veilig blijven, hè, meid? Hè? Hoe oud zijt je, mag ik dat weten? Of hoe jong zijt je? 9 jaar. Weet je hoe lang dat al in de mijn werkte? 1 jaar. Jongens en meisjes vanaf 8 jaar werden mee de mijn meegenomen. Mensen kunnen het daar geloven. Dat is eigenlijk de kinderarbeid. Dat is eigenlijk heel gek eigenlijk. Hè. Wat ze vroeger allemaal deden. En die moesten hard werken. Hè. En je moet denken, die verdienden voor een heel week te werken, 6 van de 7 dagen, 12 uren per dag, als vergoeding een mandje steenkool. Nu, ik hoop dat het een hele grote maand is geweest. Hè, want dat is een schande is eigenlijk. Hè. Je moet niet denken, vrienden, dat ze bij ons in de mijnen veel geld verdiend hebben. We zijn pas beginnen geld te verdienen einde jaren 60. En hoe komt dat? We hadden geen concurrentie. De mijnen hadden geen concurrentie. Het is in de Philipsfabrieken gekomen in Assel. Begin 60 en toen de Fordfabrieken in Genk. En toen kregen die mijnen enorme concurrentie. En toen moesten ze gaan betalen. Want ik weet goed, in 70 is een heel zwaar staking geweest. 6 weken aan een stuk gestaakt voor loonsopslag. 6 weken en ik kreeg na de staking 23% loonsopslag, mannen. Kunt je dat geloven? Dan mocht je nu 20 jaar staken, krijg je nooit. Nee. Dat is ook toegeven dat het verkeerd was. Dat is het gevaar geweest in die mijnen. Die hadden zo de macht in hun handen omdat die geen concurrentie hadden. Dus en dan maken die misbruik van. Hè. Kinderarbeid ook, dus dat is juist hetzelfde eigenlijk. Het was voor een kinder niks, dus die moesten meewerken. Hè. Kinderarbeid in België verboden rond 1912. En toen mochten de jongens nog ondergronds werken vanaf 14 jaar. Bij de ramp van Marcinelle ze opgetrokken in 16 jaar. En de latere jaren, eind jaren 60, moest je 18 jaar zijn voor onder in een mijn te mogen werken. Ofwel moest je mijn school volgen, mocht je vroeger, dat wel. Maar anders niet. Dus dat is toch een heel groot verschil. Hè. Kolenwagens werden geduwd door de kinderen. En die kleine gangstjes van 40, 45 centimeter, daar werden die kinderen ingestuurd. Als die steenkool bleef hangen, dan moest die met voetjes daar onderaf duwen. Eigenlijk een schande wat ze deden vroeger. Gelukkig is dat nu voorbij, hè? Nee? Heel goed leren, hè? Niet vergeten, hè? Hoe langer dat je naar school gaat, hoe minder hard dat je moet werken en hoe meer centjes dat je verdient. Dat klopt toch wat ik zeg, hè? Nee? Net zo hard werken. Voilà. Zeg vrienden, vrouwen in de mijnen gewerkt, een massa hier hè, in Wallonië. Hè. Bij ons in de mijnen hebben nooit vrouwen ondergronds gewerkt. Die hebben vrouwen gewerkt tot 1930 ondergronds in de mijnen. Omdat ze dat zo gewoon waren en bij ons hebben ze nooit vrouwen ondergronds, wel bovengronds, maar niet ondergronds. Hier wel, omdat ze dat zo gewoon waren. En er zijn vrouwen bij die hebben ook pit. Hè. En je krijgt er natuurlijk een massa, je wordt er berensterk van. Hè. Je kunt maar eens alle dagen naar de fitness. Hè. Vroeger werken ze 6 van de 7 dagen, maar dat is alle dag naar de fitness, 6 van de 7 dagen. En dan een half jaar, je kent u niet meer terug. Hè? En dus die vrouwen waren juist zo sterk als die mannen. Hè? Dus die kolenwagens werden geduwd, die klep, dat bevond zich eigenlijk achter in die hoek, want daar schuift je steenkool onderaf. Dit moet je volledige wegdenken, want dat bestaat niet.
Dat is ingestort. En waarom hebben ze die klep hier geplaatst? Omdat we zijn dikwijls bij 30 mensen, die kun je niet in hoek in krijgen. Dus dan trokken ze die klep open en zo werden die kolenwagens gevuld. En zo werd dat continu verder geduwd door de kinderen. Oké? Harika. In het kolenveld. Die bakken, dat lag bij ons. Hier komt op die helling komt dat automatisch onderaf geschoven. Bij ons moesten dat uitgetrokken worden, omdat we die hellingen niet hadden. Dat werd zo gedaan. Dan wil je niet weten wat daarbij gebeurd is. Man. Er zijn massa mensen, benen en armen uitgetrokken en doodgebleven. Want daar mocht je niet gaan inzitten. En toch gingen ze allemaal inzitten. Omdat anders moest je 100 of 200 meter kruipen. Want bij ons was het kolenfront tussen de 150 en de 300 meter. En hier is dat beperkt tot een kleine 100 meter. En bij ons was dat drie keer zo lang. Kon drie keer zo lang. Dus dan lagen die panters en dan gingen ze erin zitten. Lieten ze hem meevoeren. Dat was een boom. 2,50 meter lang. Die boorijzers, holle boorijzers, de holle boorkroon, werd water opgeplaatst en ze zagen aan de kleur van het water of er steenkool was of steen. Zwart water, steenkool, lichtgrijs water, steen. Dat is eigenlijk heel simpel. Hè. Dit maakt ook een enorm gevaar. Gaan we het opzetten? Hè? Zijn we zover? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen, vriend? Oren dicht, hè, jong. Nee, doe je oortjes dicht. Ja, zijn we zover? Allee, hop! Man, dat is lawaai, man. Dat is niet te geloven, hè. Maar nu gaat het wel werken, hè. Zeg. Nu gaat het werken, hè, mannen. Dat is de fluittoon, hè. Pas op, hè. Zijn we zover? Ja, ja, let op. De hele dag, hè. 8 uur na een stukje. Ja, een lichaam kan heel veel aan. Hoe zeg je dat? We hebben alles op persen. Dat is enorm sterk, maar maakt een enorm kabaal. Maar heel sterk. En ik kan geen vomstjes afgeven en dus geen vomstjes zo kan niet ontlopen. Als het elektrisch is, is dat enorm gevaarlijk. Oké? Okay. Kom maar een beetje op hier aan, mannen, ja. Zeg, vrienden, je ziet ook hier de kinderen. Je ziet, die hebben nog geen helm aan, niks, hè. Dat is een lamp, dat is geen veiligheidslamp. Dat is wat die veiligheidslampen ervoor waren eigenlijk olielampen. En dat diende alleen als verlichting. Met het ontwikkelen van de eerste elektrische lampen rond 1920 hebben ze die omgebouwd als veiligheidslamp. Hebben ze die twee ziften erin geplaatst. Plus, in de plaats van olie hebben die benzine gebruikt. Dat een zuiverde verbranding is. En zo hebben ze die eigenlijk omgebouwd, omdat ze een massa van die lamp hadden. Heel veel paarden in de mijn hier in Blenny hebben een 20, 25 tal paarden gelijktijdig ondergronds in de mijn gewerkt. Er zijn paarden bij die 20 jaar ondergronds geleefd hebben zonder ene keer boven te komen. Ja, ze werden wel heel goed verzorgd, dat moet ik eerlijk toegeven. Ook die hadden een kap op hun hoofd. Tot over de neus, als die ergens tegenop liepen, dat die niet gekwetst waren. En de mensen hadden nog geen helm. Wel de paarden. Dat kostte geld. Mensenleven kostte niks. Zo dachten ze vroeger. Hè? Heel raar. Hoe kregen ze die paarden ondergronds? Niet in een lift. Hè? Waarom niet in een lift? Als een paard in paniek slaat, wat doet dat? Dat begint te trappen. Trapt er eigenlijk botstukken. Het is gedaan. Moet het afmaken. Dus hoe deden ze dat? Werd in een riemsysteem gewikkeld. Die poten tegen dat lichaam vastgesnoerd, geblinddoekt en die werden met een ketting onderaan die liftenkooi gemonteerd en zo lieten ze die met die lift langzaam zakken. Geen 15 of 12 meter per seconde, langzaam. Hè. Ja, dat is wat dat paard overleeft dan is. Hè. Dus nu zitten we op 60 meter. Nu zitten we op 60 meter. En nog even diep gaan. En we, als die trap die we daarnet genomen hebben, en we zitten in het water. Ja, maar op 30 meter zitten we in het water. Ja. Dan zie je het water. Dat is, het water is ook de stand van de Maas.
Hier, dat is de stand van het water en de mijn. Fritje, voor alle kaars, hè? Merci. Kom maar. Ja. Vroeger 800 meter met 50 seconden. 800 meter. Oh, licht. 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 Oh, wow. Oh, te ver, te ver. Oh jong. Ah. Oh jong. Wat gaan we nou doen? Hé, hey, maar hij is ook zo wat. Hier dan, kijk, dat hebben we gezien met die dingen. Ja. Zie je dat dan hier ook? Juist gelijk vroeg. Dit is nog exact hetzelfde. Vrienden, de patroonhelgen van de mijnwerkers, gevaarlijke beroepen, brandweer, ontmijningsdienst van het leger. Sint Barbara, 4 december, dan mochten we drinken op kosten van de buitenland. En dat moet je tegen de Belg nooit zeggen, hè? En dan loopt het verkeerd. Hè? Hè, want de Belg je telt anders. Hè? Je zegt, kijk, je baas heeft over het hele jaar met ons voeten gespeeld. Hè? En nu gaan we hem pakken. Hè? Hoe meer dat we dronken, hoe meer dat we die baas gepest hebben, want zoveel te meer moet je vertrouwen. Ja. En als dat maar één keer op een jaar is, dan moet je als een extra inspanning. Hè? Denk je niet? Ah, doen ze dat in Nederland niet? Ja, elke vrijdag. Hè. Ah. Kirst komt er eens van achteren. Dit is diezelfde lus die we in zeggen weken gezien hebben. Maar dan het klein. Dat is aflopend. Naar die kipinstallatie hier, wat doen ze hier? Die kolen waren op dat verleden grond zijn as gedraaid en dat viel daarop die laser in. En daar werd dat met de handen gesorteerd. Tot ongeveer 1950. Werd dat echt met de handen gedaan. Later, vanaf 1950, werd dat machinaal gedaan. Maar tevoren echt met de handen, werd de kolen en stenen met elkaar gescheiden. En ook, als het te dik was, een stuk gestoken met die pneumatische hamers. Je hebt enorm veel vrouwen gedaan. En dat is fysiek heel zwaar werken dan. En lekker warm is het niet. En hier is heel veel lawaai, hè? Denk je niet? Weet je toch zo. Ik denk
denk echt dat vroeger die eigenaren dachten, dat moet lawaai maken, want anders gaan die mensen in slaap vallen van hun werk. Ik denk dat echt. Want alles maakt kabaal hier. Hè. Ongelooflijk. De 5 verschillende diktes van antraciet-steen komen mee. 6, 12, 12, 22, 20, 30, 30, 50, 50, 80. In Nederland noemen ze noordjes 3 en noordjes 4. Werd machinaal gesorteerd. Door wat? Dat kwam hier uit die koolwasserij. Op die riem hier kwam dat uit de koolwasserij. En dat viel hier in dat calibreringsje. En bovenin de spiegel zit je perfect. De eerste plaat 6, 12. De tweede 12, 22. De derde 20, 30. En dan de laatste 50, 80. Dus en zo werd dat gesorteerd. Maar goed dat we dit niet kunnen starten, mannen, want dan hebben we de allemaal onderaf. Ja, want als je ziet wat dingen, wat rubbers dat ertussen zitten voor die schokken op te vangen, dat is enorm. Hè. Die koolwasserij is nog een 30 meter hoger. Waarom is die koolwasserij zo hoog gelegen? Wat denk je? Overal, niet alleen hier. Hè. Wat denk je? Zwaartekracht. Alles schuift op een natuurlijke manier onderaf. Het water kan ook moeilijk bergop lopen. Hè. En onder lieten ze de kolenwagens vol lopen. En dat is een enorm kostenspraak. Dat gaan we zo duidelijk doen. Oké. Okay. Zo, beste kijkers, ondertussen toegekomen aan de Blenjy-mijn. Een van de kleinere mijnen hier in België. Die man zei dat zelf, de mijnen in de Limburg waren allemaal mijnen van 2000 tot 5000 arbeiders. Dit was een mijn waar ongeveer 700 arbeiders gewerkt hebben. Die schacht gaat daar tot 750 meter diep, hè. Dat is gewoon niet voor te stellen, hè. We zijn net binnen geweest, we hebben de mijn bezocht tot op 30 en tot op 60 meter, want op 90 meter is alles volgelopen. Maar we hebben te horen gekregen dat dit de enigste mijn is in België, Duitsland en Frankrijk tezamen. De enigste mijn waar we nog binnen konden met de schacht naar beneden. Dus ik ben blij dat ik dit heb kunnen delen met jullie. En nu weten jullie waar de steenkool in België vandaan kwam. Want over het algemeen, ja, je hebt de gelijkenissen gezien met zeggen wee. De karretjes komen hier ook gewoon boven en worden hier ook gewoon omgedraaid. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En we gaan in de volgende afleveringen kijken waar ze met die steenkool naartoe gingen eens dat hier vertrok. Want je zou bijna denken dat de ijzer van de steenkool gemaakt werd. Maar de steenkool werd dus enkel gebruikt om de hoogovens aan te jagen. Alleszins, we zien jullie in de volgende aflevering, jongens. Tot de volgende. Ik hoop dat het wat beter weer is dan. Ciao.